Elke week gaan we langs bij een organisatie die zich inzet voor een warmere maatschappij. De Nationale Loterij is meer dan spelen. Ik ben Marjolein de Bulpaap. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en restauratie van schilderijen. En ik heb 20 jaar geleden het geluk gehad om hier op het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te kunnen beginnen werken. Wat onze basisopdracht is, is echt wel het documenteren, het onderzoeken en het helpen bewaren en restaureren vooral van het Belgisch erfgoed. Ik heb een cel opgericht die heet Preventieve Conservatie. En ik help musea, kerken om hun kunstwerken beter te bewaren. Waarom doe je dat werk precies? Mijn papa is architect, mijn mama heeft esthetica gegeven, dus ik denk dat ik dat wel meegekregen heb, mijn liefde voor kunst. Preventieve conservatie, een speciale expertise, omdat je echt heel veel problemen bij elkaar moet nemen en dan moet kiezen wat het grootste probleem is. En wat mij daarin aanspreekt, is dat ik ook iedereen daarbij kan helpen. Eigenlijk kan iedereen aan preventieve conservatie doen. Ik denk, of dat is ook zo, dat kunst of erfgoed ons binden aan elkaar. Of ons een gevoel geven van verbinding met onze cultuur, met onze achtergrond, met ons opgroeien. Als het goed bewaard wordt en getoond aan het publiek, dan kunnen er ook heel veel mensen er meer van genieten. Hoe kiezen jullie eigenlijk welke werken behandeld worden? Er is heel veel in België. We worden echt overstelpt door kunst. En om die keuze te maken, zijn er op het KIK zelf verschillende criteria. Je hebt ook de Erfgoed Challenge. En dat is een wedstrijd die uitgedokterd is door het KIK om ons te helpen kiezen welk kunstwerk wordt gerestaureerd. En dat ondersteund wordt eigenlijk door de spelers van de Nationale Loterij. Dankjewel Marjolein. Je hebt mij in elk geval heel erg warm gemaakt. Ik ga straks mijn stem uitbrengen. Super.